Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Goedemorgen allemaal. Het is maandag. Als je de vlog van gisteren hebt kunnen zien, dan heb je kunnen zien dat ik gisteravond nog gewerkt heb. Tot 10 uur. Dus het was een late avond dan normaal voor mij nu. Maar ik ben wakker. 3 kwartier voor mijn wekker. Mijn wekker gaat 6:15. En het is nu 6:30 geweest. Dus dat is top. Ik heb gisteren mijn make-up er niet afgehaald, dus dat zit helemaal in mijn ogen. Maar ik lig dus zo een beetje op mijn gemak wakker te worden. En ik bedenk me nu dus in 1 keer van waarom ga ik niet gewoon even douchen. Aangezien ik toch weer wakker ben en ik toch niet meer kan slapen. Misschien wel lekker om gewoon even te douchen. Ik heb gisteren wel al gedoucht, maar ik dacht ik ga gewoon even douchen. Dus dat ga ik doen. Ik heb toch niks te doen en ik kan niet meer slapen. Dan word ik alleen maar onrustig als ik nu in mijn bed blijf liggen. Dus we gaan eruit en we gaan even douchen. Goed, ik heb lekker gedoucht. Lekker ingesneden met mijn bodylotion. Ik ga even naar beneden toe. Ik ga even koffie pakken. Als het goed is, staat dat er al. Ready. Top. En daarna ga ik terug naar boven en me omkleden. Tenminste, een shirt aan doen, want ik heb nu alleen een BH aan. Een broek en zo. Dus ja, make-upje doen zo meteen. Gewoon heel simpel. Ik ga wel gelijk even mijn crèmetje opsmeren. Dan kan ik nog even lekker intrekken. Goed, ik heb lekker een kopje koffie op. Dat is mijn eerste, ik ga zo nog eentje pakken. Normaal ontbijt ik nooit zo vroeg. Maar ik zag dat we chocoladebroodjes hadden. Dus die heb ik een heel klein beetje opgewarmd. En die ga ik nu lekker eten op mijn gemak terwijl we YouTube video kijken. En daarna nog een kopje koffie. Shirt aan. En dan zo meteen naar het werk. Ik ben echt ruim op tijd. Het is 2:58, dus ik heb nog ruim een uur. Goed, uiteindelijk hebben we de beslissing genomen. Ik heb namelijk van Kim een cadeaubon gekregen voor een Centparks. Trouwens Kim, ik weet dat je dit kijkt. Super thanks, we zijn nu aan het boeken. Ik ga namelijk met Ers gaan proberen of het gaat lukken om... Rio zit heel bang bij mijn oor. We gaan proberen of het gaat lukken om 3 dagen, nou 4 dagen, 3 nachten weg te gaan naar de Eemhof. Comfort Cottage van 6 april tot 9 april. En we gaan nu boeken. In de hoop dat alles goed loopt. Ik neem wel er een annuleringsverzekering bij. Want mochten jullie het verhaal uit Brussel nog herkennen. Er gingen mensen mee, er gingen mensen niet mee. Uiteindelijk was het één drama. Maar goed, we gaan boeken. Precies, daarom was het een drama. De betaling doen we binnen 7 dagen. Ik heb hier al een foto van gemaakt. Bevestigen. Oh, ik moet even akkoord gaan met de algemene voorwaarden. En dan staat de vakantie vast voor april. Niet eten. Hij sloopt het toch. Hij doet het vol. Hij sloopt het toch niet. Oh, je hebt het. Succesvolle boeking. Ja. Kim.develd en Outlook. Ja, oké. Netjes. Oké. Ja? Ik wil nou niet meer doen. Ik moet even een 10 geven of zo. Hoezo? Jij zegt, krijgen we nog mijn korting? Ja, doei. Ik wil even zin in dit. Oké. Maar ik moet zo wel naar huis, hè? Eigenlijk wel. Ja, ik weet het. Ik weet het. We zijn hier heel lang over bezig geweest. Oh. Maar goed, maakt niet uit. Dan kan ik wel alleen printbevestiging. Goed. Ik heb net avond gegeten, maar de vlog moet nog online voor vandaag. Die is...
te laat, zeg maar rustig te laat. Dus ik ga die nu online zetten. We zijn de hele middag bezig geweest met hoe heet dat? Het vakantiedingetje regelen, want we waren heel bang dat we dat anders zouden gaan vergeten. Maar het is helemaal goed gegaan. Het is helemaal top. Ik ga jullie eventjes de foto's van het huisje laten zien. Of zou ik dat? Ik ga dat zo meteen even doen. Ik wacht even. Ik heb Esha Rooster hier nu op mijn laptop staan. Ik kan gelijk zien wanneer ze werkt. Maar dus is allemaal geregeld. We gaan dus van 9 tot en met. Of van 6 tot en met 9 april. Gaan we lekker 3 dagen weg. Eigenlijk 4 dagen, maar 3 nachten. Natuurlijk ga ik jullie gewoon lekker meenemen die dagen. Ik heb er trouwens nu al heel veel zin in. Maar ik kan er niks anders van maken dan dat ik er nu al heel veel zin in heb. Dus nog 1,5 maand. En het is toch helemaal super, helemaal leuk. Ik ga de vlog uploaden nu. Ik heb trouwens net al avond gegeten, dus dat is top. Dat is allemaal lekker gebeurd. Ik heb heel veel kruiden gegeten, dus ik zit hier nu echt een beetje van... Oké. Dat smaakt behoorlijk. En sowieso ben ik s'avonds altijd een snotneus. Letterlijk en figuurlijk. Maar het is... Even kijken hoor. Ik moet even opletten trouwens. Ik heb trouwens echt super weinig gefilmd vandaag. Excuus daarvoor. Maar het was echt een beetje drama en gedoe vandaag. Maar ik wilde het moment dat we gingen boeken wel echt even vastleggen. Want dat heb ik natuurlijk vorige keer toen we naar Brussel gingen. Vorig jaar heb ik dat ook niet gedaan. Dus dat was wel, vond ik wel jammer. Maar natuurlijk net als in Brussel met Natuska ga ik nu met Ash, als Ash kan. Want daar hangt het nog steeds vanaf. Ga ik wel gewoon filmen. En ik wil trouwens Kim, ik weet dat je dit kijkt. Ik heb namelijk een bon gekregen via Kim. Die had die bon, maar die kon er niks mee. Dus heb ik de bon gekregen, waardoor ik nu dus korting heb kunnen krijgen op een paar dagen lekker weg. Super blij mee. Ik ga haar vanavond ook nog heel even bellen om haar te bedanken. Goed, er zat deze avond echt een huge ass spin daarboven. Dus wat heb ik gedaan uit stress omdat mijn pa hem nog niet kon pakken? Is alles omgedraaid. Ik ben heel snel mijn dekbed en mijn kussens gaan wegtrekken naar de andere kant van het bed. En eigenlijk ligt dit gewoon best heel erg chill. Normaal lig ik echt met mijn kop onder die ledstrip, maar dat ligt gewoon niet lekker. En nu heb ik dus mijn kussens hier gezet en mijn dekbed omgedraaid. En morgenochtend leg ik hier mijn sprei gewoon neer die altijd ligt. En mijn kussens gewoon weer aan die kant van het bed. En dan lijkt het gewoon alsof mijn bed normaal staat. Maar ik slaap dus in werkelijkheid nu. Andersom, maar dit ligt best lekker. Eigenlijk ligt het veel lekkerder dan met mijn hoofd daar. Helemaal blij mee. Maar goed, ik ga slapen. Er is vandaag vrij weinig gebeurd. Maar goed, dat geeft niet. Komt helemaal goed. Morgen staat er ook weinig op de planning. Maar goed, ik ga wel slapen. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En ik zie je morgen bij een nieuwe vlog. Doeg!